Het centrum van Boom gisteravond. Zo'n 50 politiemensen en 20 ambtenaren van verschillende overheidsdiensten controleren iedereen die zich bevindt in de omgeving tussen de Grote Markt en de Antwerpse straat. En ook de handelszaken worden betreden en aan een grondige controle onderworpen. Alle personen die zich bevonden tussen de Grote Markt en de Kerkstraat en de Antwerpse straat werden gecontroleerd op hun identiteitsdocumenten. En alle handelszaken die daar gelegen zijn werden ook betreden om verder te kijken wie er aanwezig was, wie er werkte en of alle nodige documenten en milieuvoorschriften, voedselveiligheid in orde was. De actie kadert in het anti-overlastplan voor Boom dat burgemeester Marnef vorige week aankondigde. We krijgen van heel wat mensen toch wel signalen dat ze zich onveilig voelen op en rond de Grote Markt. Zo was er onlangs de enquête die de politiezone Ruppel heeft gevoerd. En daaruit blijkt dat toch wel heel wat mensen zich onveilig voelen. De eerste resultaten zijn ondertussen bekend. Dienst Vreemdelingenzaken heeft 3 mensen zonder papieren en geldige verblijfsdocumenten het land ondertussen uitgewezen. En het Federaal Voedselagentschap heeft in 4 handelszaken inbreuken vastgesteld en die voedingswaren zijn ondertussen vernietigd. Maar niet iedereen was opgezet met de controleactie tegen overlast. Men zegt dat dit voor de overlast van Boom is, maar ik begrijp eigenlijk niet hoe. Zijn werkende mensen misschien een overlast voor Boom? Wat is er aan de overlast gedaan geweest? Totaal niks. Wij zijn de dupe van al dat gedoe hier. 2,5 uur heeft hier mensen gezeten. Ze mogen alles controleren, tot daartoe. Maar onze reservaties zijn gewoon terug weggegaan.